In 2006 reisde de 19-jarige Kelly naar het West-Afrikaanse Ghana voor een half jaar vrijwilligerswerk. Daar ontmoette zij een 4-jarig meisje dat ondanks een moeilijke start positiviteit en geluk uitstraalde. Kate werd een bron van inspiratie. Haar oma had de droom om naast Kate ook andere kinderen uit de buurt op te vangen. Dit werd ook Kelly's missie. Dit is het verhaal van 10 jaar Meet Kate. A new school day is always exciting. A new day in Ghana. I wake up, take a bath, and I prepare for school. In Africa, growing up is not so easy. The future may not always be so bright. Along the way, you need support. Me, I was lucky to have the opportunity to go to school and have a family, something every other child deserves. That is where Meet Kate wants to help with. My name is Kate Akwaba. Welcome to Ghana. Person who plants all these flowers. Oh, it made the school compound look nice. Without the flowers, this place will not look nice. Kate is a young girl of 15 years old. She attends school at Greenfield Junior High School. She is lovely. She don't become annoyed easily. She likes people. The children used to call me Grandma. I'm grandma of all children in the school. Even there are some, the school, the parents of the children also call me grandma. The reason why I started Meet Kate because of my own life. I came up with no father. And my mother, being a single parent, she can't take me to school. I faced some hardship this in life before I got to where I am now. So it came to my mind that in Ghana, if you haven't got parents, or after your parents, you haven't got anybody that has money to cater for you, then you have lost in the system. So I make up my mind that anywhere I reach that I'll get enough money, I will look for the needy to help them so that they also will become somebody in future. Growing up here in Ghana is a bit difficult. We Ghanaians in particular, we believe in destiny. So we think no matter how or where you are living, you can be somebody. So this has been our philosophy.
normally don't think about it will not be possible. We try almost every day to end means. So it's not been easy here, but people are trying. Yeah. When I came in, Kate was a small girl, but I saw that the real mother was not around. So it was the grandmother, who happened to be Philo, who, I mean, brought her up gradually. And until recently, when she grows up, the real mother came and she was introduced to her that this is your mother. I was at the age of 16 years when I gave birth to Kate. I left Kate when she was a one-month-old girl. So my mom, Madame Philomena Finn, adopted Kate when she was a baby for me. So she asked me to continue my school. So I continued my school and then I traveled. When I came back, Kate was at the age of 13 years. So when I saw Kate, I was surprised to see her growing up like that. So it was so marvelous. So when I heard that she had this big, huge foundation, I was very, very happy. And more than happy, because I said to myself that through my child, a lot of orphanages has been blessed. In Africa, it is common for a child to grow up with a family member rather than with the parents. Since my mother could not take care of me when I was young, grandmother Philo took care of me. This is because of her I met Auntie Kelly. Kelly Davis. She's a Dutch volunteer who came 10 years ago to do her voluntary work at ADC in Swedro. She came and stayed with me there. So later she asked me, what will I do in future that she can help me? And I told her that I have a land with sand and stone that in future, if I have the money, I will build a house and then start to help the needy children. Vier maanden dus hier als vrijwilliger geweest en toen ben ik toch naar Nederland gegaan. Ik was ook heel erg toe om weer naar Nederland te gaan. Ben ik gaan studeren, psychologie. En eigenlijk toen, in die maanden dat ik studeerde, kwam Kate niet uit mijn geheugen. Ik droomde gemiddeld één keer per week over haar. Soms dat het goed ging, soms dat het niet goed ging. En ze bleef gewoon echt in mijn gedachten zitten. En dus toen ik op het idee kwam van, ja, ik wil toch iets meer met Ghana gaan doen. Toen ben ik teruggegaan en toen vertelde Philo mij, toen zij zag dat ik terugkwam, ging zij wat meer openstaan om wat over zichzelf te vertellen. En toen vertelde ze mij dat ze een stukje land had gekocht, een stukje land hierachter, en dat ze daar een kinderthuis op wilde bouwen om voor nog meer kinderen zoals Kate te kunnen zorgen. En toen zijn we hier gaan kijken en toen stond er alleen nog maar een put en wat blokken. En toen zijn we gaan praten met een aannemer en die vertelde toen, nou ja, met een bedrag van 20.000 euro moet je er wel komen. Toen heb ik daar toen tegen haar gezegd, nou, dat ga ik met je doen. Wij gaan dat samen doen. En zodoende ben ik naar huis gegaan en ben ik gestart met fondsen werven en het verhaal vertellen wat we wilden gaan doen. Ja, tot we erachter kwamen dat die 20.000 een nulletje te weinig had en het eigenlijk 200.000 was. Kelly en Muriel, hè, zij zijn samen dit project begonnen, waren natuurlijk twee meisjes van 18.
die net de middelbare school hadden gedaan. En wat wisten die nou eigenlijk? Hè? Die konden echt geen bouwtekening lezen. Maar ze moesten zich daar wel in verdiepen. Ze moesten wel beslissingen nemen. Dus dat was natuurlijk best spannend. En ik zag dat ook wel als een hele mooie leerschool. Hè? Die meiden kunnen natuurlijk ook ieder weekend de kroeg induiken. Maar zij waren bezig met zo'n project, met zo'n ideaal. Hier zitten we nu. De trap is uiteindelijk iets anders geworden dan je hier ziet. Maar dit is het binnenplaatsje waar we nu zitten bij het Children's Home. Nou ja, het is zo grappig, want dat is wat we steeds noemen, dat we er zo jong uitzien. Maar we waren echt, ja, voor mijn gevoel, als ik nu terugkijk, 10 jaar later, echt guppies toen we dit begonnen. Ik denk dat we allebei een beetje erheen gingen met het idee, wij gaan wel even hier wat veranderen. Of ja. Wij gaan de wereld verbeteren. En ik denk wel dat in die 4 maanden we hebben doen beseffen dat natuurlijk onzin is. Wat we vrij snel realiseerden is dat een goede bedoeling niet voldoende is als het gaat om ontwikkelingswerk. Nee. Wij zijn begonnen absoluut met slechts een goede bedoeling. Maar in de eerste paar jaar zijn we er vrij snel achter gekomen dat alleen, dat je daar niet meer verder komt. Je loopt tegen zoveel dingen aan. Ja. En die goede bedoeling zijn we gaan omzetten in een businessmodel. Toen Kelly met het idee kwam om naar Ghana te gaan voor een half jaar, toen heb ik dat eigenlijk meteen gesupport en omarmd en gezegd, tuurlijk moet je doen. Ik vond dat mooi. Ik heb dat even aangekeken ook, om te kijken, nou, is dat echt iets wat blijvend is? Toen na, ik denk zo'n jaar of anderhalf dat zij bezig was, wij dat natuurlijk wel volgden, mijn vrouw en ik, toen heb ik gezegd, toen me echt duidelijk was van dit is serieus, dit is echt, toen heb ik gezegd, nou ja, ik wil je wel helpen, ik wil je wel supporten, ik wil wel ambassadeur zijn. Before Kelly came to start everything, I have started the downstep already. So when they came in, they said the foundation is not good for the story building because they don't know the foundation that they will carry another weight on the top. So they pull everything down. And I wept that night. The whole night I couldn't sleep of the building that they pull it down. I like it, she don't like it. We zijn begonnen met een lokale aannemer van hier, die Philo al kende. Ja, en dan kom je terug en dan zie je zelfs als leek dat je denkt, ja, dat klopt volgens mij niet, dat ziet er niet erg stevig uit. Je zag het ijzer door het plafond komen en dingen brokkelden al af en het zag er absoluut niet stevig uit. Culture background. Uh-huh. We blacks. You always want to let the junior know that, no, you can't do this to the adult person. And that has been our problem for many times. At times, she don't understand what I mean. At times, she also will bring some ideas that is different from my culture. Nou ja, in het begin als nuchtere Nederlander, nou, als ik het ergens niet mee eens was, zei ik het wel. En in die 10 jaar hebben we jaren gekend waarin het heel makkelijk ging. Maar hebben we ook jaren gekend waar het gewoon echt niet klikte. Dat ik echt dacht, gaat Meet Kate wel een positief einde halen? Gaan we wel met elkaar stoppen waarbij we elkaar lachend aan kunnen kijken en zeggen, dat hebben we toch fantastisch gedaan.
There's a big difference because their culture is different from our culture. But as we stay together, we learn from each other. And it took a bit of time before we understood ourselves. In de kitchen. Wij zijn natuurlijk een beetje de bewakers van het geld wat al die donateurs in Nederland bijeen hebben gebracht. Waarvoor acties op scholen zijn gehouden, waarvoor mensen soms heel veel moeite hebben gedaan. We hebben zelfs een keer ook een erfenis van iemand gehad. En dan, ja, dan ben je verplicht, vind ik, om er heel scherp op toe te zien dat dat heel goed wordt besteed. Kelly, die wees er ook mij heel vaak terecht op van, ja pap, dit is Afrika, hè? This is Africa. En daar gaan dingen gewoon net even iets anders, daar hangt wel eens wat scheef. En dat moet je ook voor lief nemen. Wij zijn hier niet om hen alles op te leggen en te zeggen hoe het moet, want dan schiet het project zijn hele doel voorbij. En dat ze gelijk in. Na een intensieve inzamelingsactie en een 2 jaar durende bouw werd in 2010 het Meadgate Children's Home geopend. Hier hebben veel kinderen veilig kunnen opgroeien in een kleinschalige familiesetting. Nu, in 2017, zijn de meeste van hen weer teruggeplaatst bij hun familie, wat altijd het streven is geweest. Maar Meadgate blijft de kinderen ondersteunen door bijvoorbeeld hun schoolgeld te betalen. Zo ook Edward. Edward Ban, and I'm 15 years of age. Now I'm a candidate student at Radio International School. My favorite lesson is science. The last day, they gave us some days for us to pack our things and prepare ourselves. And so I packed my things and left. That I used to have there, I'm not going to have it again. So I felt sad when I was leaving. A big difference between my home and Meadgate. If you go to Meadgate, you have modern things, you have your own bed, you have television, fans, and lights that I can enjoy, but that's my house. We don't even have electricity and other things. It's more comfortable at Meadgate, more than that. That time we were not living here, we were living somewhere up there, and a certain woman informed my mother that there is a school called Meadgate School, so she can also send me there. So she sent me there, and Grandma Aunt Philo accepted me, and it was very happy and interesting that time. Things were cool there. I love the place and the people there and the whites too. Yeah.
Toen ik voor het eerst in Ghana kwam als 19-jarige meisje, ik een beeld had van mensen die op me aan het wachten waren en die vooral, aan wie ik vooral veel zou gaan geven. En eigenlijk was dat precies omgedraaid. Ik heb ontzettend veel geleerd en ik merkte dat zij mij heel veel inzichten gaven en dat we, ja, je hebt elkaar daarin echt nodig. En ja, het zet je wel met beide benen op de grond dat je eigen perspectief helemaal niet de juiste hoeft te zijn. En, dat je die gerust kunt bijstellen. Ik heb daarin gemerkt dat er zoveel mensen zijn die heel erg bereid zijn om iets te doen en te geven. Als ze zich kunnen identificeren met voor wie ze dat doen. En ik denk dat dat in deze sector, maar ook nu met de vluchtelingenproblematiek, vaak zo'n uitdaging is. Dat het gaat om grote getallen en als het dan te ver weg is, voelen mensen zich niet betrokken genoeg. Dat je een project vaak begint op basis van een persoonlijke connectie met iemand en een droom die je deelt. Maar dat je je goed moet afvragen voordat je het project start of dat ook de mensen zijn die op de vloer in de praktijk de projecten kunnen runnen. En ik denk dat wij daarin zelf mensen met wie je een bepaalde passie deelt of interesse hoeven niet altijd ook de gedroomde managers te zijn. Dus daar een goede balans in vinden is wel noodzakelijk. Ik denk als ik terugdenk aan de verschillende projecten die wij begonnen zijn en het project wat het meest succesvol is geweest, dat de school was die heel duidelijk vanuit de lokale bevolking is opgezet. In 2013, 3 jaar na de opening van het Children's Home, werden ook de deuren van de Meetgate Academy geopend. Een kinderdagopvang en basisschool met kwaliteitsonderwijs voor ruim 200 kinderen. 9 van de 10 ouders betalen schoolgeld. Zo worden de onkosten van het Meetgate Children's Home gedekt en worden de salarissen van de werknemers betaald. Zelfvoorzienendheid is altijd het doel geweest. We zijn begonnen met het kinderhuis waar we kinderen opvangen, hè, waar we die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. En dat was hetgene waar we geld voor nodig hadden. En vanuit daar zijn we gaan bedenken, oké, maar hoe gaan we dan zorgen dat we hier geld gaan genereren, lokaal, dat we dat draaiende kunnen houden. En toen hadden we heel veel ruimte over hier, toen zijn we de daycare begonnen. Dat leverde al wel inkomsten op, daar kregen we betalende kinderen van. En vanuit daar zijn we uiteindelijk, hebben we gekozen om een school te bouwen waar kinderen gewoon schoolgeld betalen en waar dus onze eigen kinderen ook weer naar school kunnen met een scholarship van onszelf. Inmiddels zijn we zover dat alles zichzelf wel betaalt. En dat, dat ik het idee heb dat het allemaal zo in elkaar grijpt en dat het zichzelf draaiende en staan houdt. Wat ik daarnaast heel bijzonder vind aan Meetgate is dat wij niet zozeer zeggen dat elk kind een fantastisch leven tegemoet krijgt als ze bij ons naar school zijn geweest, als wij ze hebben geholpen. Absoluut niet. Ik denk dat zelfs Richard daarvan een heel goed voorbeeld is. Richard heeft bij ons een scholarship programma gevolgd, waardoor hij een 3-jarige opleiding heeft gehad. En die is vervolgens best wel in de problemen geraakt in Accra toen hij op zichzelf kwam te wonen. Maar uiteindelijk toen hij in de gevangenis zat en niemand wist die kon bellen, want zijn familie keek niet op of om, heeft hij ons gebeld. Heeft hij toch wel het gevoel gehad van bij Meetgate kan ik terecht. Die mensen zijn er ongeacht of het goed of slecht met me gaat. En uiteindelijk hebben we hem uit de gevangenis gekregen. En heeft hij zichzelf weten op te werken voor een hoofdpastoor in een kerk ergens. Echt het tegenovergestelde van de jongen die was toen hij bij Meetgate was. When I was in the police custody, help was not coming from anywhere. So I tried to reach Auntie Kelly
at Facebook. Anzekele came to be of help to me, to help me in money, lawyers, but other things were not going through. I cried to the Lord, said, if I have done something, you should forgive me and let His will be done in my life. So when I said that, in a vision, I saw the angel of the Lord holding my arms that take me out from that place. So when I finished, when I just came out, the next day, miracle happened. And I was just gathered from the police custody. And the man of God just came to be a help to me. And that is the beginning of the story. For now, I'm 25 years of age. I am the senior preacher now. What I am standing upon today and where I am going to be tomorrow is by the help of Midgate. Midgate is the pillar for my life. They clothed me when I was not having clothes to wear. They feed me when I was not having food to eat. They put money in my pocket when I was not having money. And when I was in mess, there were no family to show up. But Midgate showed up to be helped. All that require for us, God has given me. I know who I am. I know who I says I am. What he says I am. What he says I'm mine. I know who I am. We love meat kids. That's all you can say. And we love our grandma too. She is kind to us. And she provides all our needs for us. Yeah. She buy panties for us, brazier, pad, and food. Oh, why are you laughing? Ah, so now we shouldn't laugh. Yeah, I also dance. Yeah, culture. I also dance culture. Yes, culture. We dance culture in Midgate. So we are Midgate Sankofa culture group. Yeah. Playing volleyball. Hey. Yeah. Volleyball. Okay. Football. Jesus. Hey. Football and drumming. Ik was zelf niet sceptisch over deze hele onderneming. Ik weet dat er in Nederland vaak met gemengde gevoelens over wordt gesproken. Van er blijft veel aan de strijkstok hangen. Dingen gaan niet goed. En dan is mijn antwoord altijd, ja natuurlijk gaan de dingen niet goed. Als het allemaal goed ging daar, hadden ze onze hulp niet nodig. We hebben zoveel mogelijk altijd naar onze projecten te laten gaan. En omdat ik hier op een gegeven moment ook 2 jaar heb gezeten, heb ik dat ook goed kunnen monitoren en goed bij kunnen zijn. Maar ons doel was uiteindelijk dat we het helemaal konden overhandigen. Dus wij zijn eigenlijk ook ter plekke, toen we eenmaal hierheen waren verhuisd,
duurzaamheidsprojecten gaan verzinnen. Dus hoe kunnen wij geld gaan genereren in Ghana, zodat we hopelijk over een aantal jaar het kunnen overhandigen. En toen zijn we gestart met een cacaoplantage. Dat gaat redelijk, daar krijgen we niet zoveel geld uit, maar het land hebben we wel. En uiteindelijk kunnen we daar wel in de loop der jaren hopelijk wat meer mee doen. Ons kippenboerderij heeft 4 jaar heel goed gedraaid. Gemiddeld tussen de 1500 en 3000 kippen. Maar helaas is de economie in Ghana ook niet heel goed. En waren de kosten om die kippen te houden even duur als het geld wat het opbracht. En hebben we helaas een half jaar geleden moeten concluderen dat wij daar nu niet in verder kunnen gaan. Maar het land is er, de spullen staan er. Dus ik heb echt het vertrouwen erin dat het Ghanese bestuur straks daar iets heel moois mee gaat doen. I'm saying goodbye to the board. The board in Dutch. But Kelly is now a Ghanaian. She has married a Ghanaian, staying in Accra. So we can't say goodbye to Kelly now, because she's staying with us. But the board in Dutch, they are those that we are saying goodbye to them. We wisten natuurlijk dat er ooit een einde aan dit verhaal zou komen, want dat was de hele opzet. Het moest uiteindelijk self-supporting worden. Maar ik weet nog wel goed dat toen Kelly mij, ja, pakweg 3/4 jaar geleden vertelde dat dat moment nu naderde, dat me dat toch heel erg aangreep. En hoewel ik daar dus volledig achter stond, vond ik dat een moeilijk moment. En dan merk je eigenlijk hoezeer Meet Kate onderdeel van je leven is geworden, daar bezit van heeft genomen, dat ook aan Kelly als het ware vastgeplakt zit. Hè? En dat vond ik toch wel een heel lastig moment. Het is een pittige 10 jaar geweest met heel veel ups, maar ook heel veel downs. En het is mijn leven geworden. Meet Kate. Zonder Meet Kate was ik nooit geweest wie ik nu ben. Had ik nooit de vriendschappen gekend die ik nu ken. De ervaring van deze kids wat we sommigen hebben kunnen geven, niet allemaal. Want heus, het is allemaal niet allemaal altijd leuk en goed. Maar ook het leven wat ik nu leid. Ik ben 6 jaar geleden verhuisd naar Ghana. Ik woon hier volledig, ik werk hier. Ik heb zelfs de Ghanese nationaliteit gekregen. Ik ben getrouwd met een Ghanees. Ja, die had ik allemaal niet ontmoet en dat had ik allemaal nooit gehad als ik Meet Kate niet had opgezet. En het is de mooiste tijd van mijn leven geweest, 10 jaar. Maar het is nu een kindje dat volwassen is en ik ben eraan toe om het los te laten. Het is verdrietig, maar ik ben hartstikke trots op wat er staat en het is goed. By the grace of God, if the school goes on, we will continue building to have more classroom so that we can continue the work. We hope that by year 2, 3, or 4, we have to get a junior high school to complete it. So we are not going to stop. Het feit dat wij met Meet Kate hebben geprobeerd Ghana een stukje dichterbij te brengen en te laten zien dat ontwikkelingswerk helemaal niet het beeld is van zielig Afrikaanse kindje dat geholpen moet worden en dat moet door de blanke persoon gedaan worden. Nee, juist het beeld van ze kunnen het hier heel goed zelf. En daarom ben ik ook zo trots dat we het kunnen overhandigen. Dat was altijd onze visie geweest. Maar ja, een visie hoeft niet altijd uit te komen. Maar het feit dat wij hier nu staan na 10 jaar en kunnen zeggen, geven het nu over. En jullie mogen nu zelfstandig, jullie kunnen nu zelfstandig doorgaan. Ja. Daar ben ik super trots op.
Hello. I welcome you all to this beautiful day. It's a day of difference in the life of Métis families. So, ladies and gentlemen, let the clap of the receive, Mrs. Kelly Adosu. Oh, receive her, receive her, receive her. Volunteers. Young girls who were amazed by what Ghana brought, and together we decided to start Meet Kate. Muriel from Holland and me from Ghana. We want to tell you that Meet Kate Holland has decided that with the final money we have left in Holland, we're going to start a trust, a Meet Kate trust. And that money will cater for each of you that is standing here and called on that list to pay your education till you finish senior high school. None of you have to worry about getting a degree. Every year, Auntie Kelly's coming to check your report and I'm paying your school fees. If you give your heart to me, I'm not gonna let you go. Where I'm not gonna do you, Savasa, baby, trust in me. When you give your heart to me, I'm not gonna let you go. Where I'm not gonna do you, Savasa, baby, trust in me. I will give your body like skin tight. Where I'm gonna be by your side. Maybe 11. Maybe I think it has just stopped.